Albert Helman, zijn echte naam was Lau Lichtveld. Een Surinaamse schrijver wiens leven getypeerd werd door strijdbaarheid. Hij was politicus, schrijver, journalist en eigenlijk altijd op de barricade. Hij is een verzetsheld geweest en in zijn romans heeft hij ook uiting gegeven aan een grote betrokkenheid. Uiteraard bij Suriname. Al in zijn debuutroman Zuid-Zuid-West was dat het geval. Maar ook in de stille plantage. Hij werd gecremeerd op de Nieuwe Ooster. En zijn as werd bijgezet in de Algemene Nis. Zijn dochters hebben zijn as uiteindelijk uitgestrooid boven de rivier die in de stille plantage zo'n belangrijke rol speelt. In Suriname. Herinneringen zijn als schuwe vogels die fladderen van dak tot dak, die nauwelijks de toppen raken en weer zweven in de lucht. Pas als zij lange dagen zwalkten en de avond valt, en als zij nat en zwaar van regen, huiverend over het nachtland gaan, dan eerst zwiert weer hun vlucht omlaag en vinden zij de lome weiden, open valleien, het grijs en stil moeras. En trager komen ze neergestreken, één voor één, verloren in de duisternis. Hun kleur werd één met die van het veld. Zij zijn even moe en zwaar als de aarde. Geen die dan nog beweegt, totdat een bleke zon lang, laat daarna ze opschrikt uit hun droom en verder jaagt. Want geen die 's ochtends meer het land herkent en die nog weet waar de lome, zwarte avondweide bleef. Een kreet en zij peinzen. Hoe kwamen wij hier? Een zonnescheut en zij denken, verder, verder, verder moet het zijn.